Het thema dit jaar is die winterspielen. Dus je moet denken aan alles wat met de Olympische Spelen te maken heeft. Dus ja, het is ook een uitgelezen mogelijkheid om lekker met je collega's of je vrienden of je groep op school of weet ik veel, met z'n allen naar het vest te komen. Dat je gewoon een heel team kunt uitbeelden. Ja. Wat kunnen we ervan verwachten? Ja, je kan het zelf verwachten als altijd natuurlijk. Hoop chaos, maar wel georganiseerde chaos. Een heleboel gezelligheid, vrolijkheid, vriendelijkheid. Dat allemaal onder één dak van de AFAS Live, vroeger voorheen natuurlijk HMH. En met de beste en slechtste artiesten die wij kunnen vinden en die het land te bieden heeft. Dus kortom, op het topfeest, zonder enige pretenties. Heb je van de sluier, wie komen er? Daar kunnen wij helaas nog niets over zeggen. Maar zullen wij de komende weken in de Koen en Sanne Show gaan bekendmaken. Maar het is sowieso, net als elk jaar in ieder fest, is het een mix van, laat ik zo zeggen, credible artiesten. En het wat lagere segment. Incredible artiesten. Zullen we maar zeggen. wat zou jullie favoriete line-up zijn? Nou, zonder namen te noemen, want we zijn echt met sowieso is vooropgesteld, zijn we al blij als mensen de moeite nemen om te komen, de artiesten. Dus het is altijd leuk om een soort van jaren 90 grote feestartiesten te hebben. Iets van weleer. Ook leuk om wat gitaren te hebben. Ook leuk om een goede dance/DJ te hebben, of dance act. Het vindt ook altijd wel leuk iets Nederlandstaligs, al dan niet in rapvorm. En dan ook nog eens een goede uitsmijter, als een soort van kerstje op Van der Valk appelmoes. Dan heb je volgens mij wel een aardige, wel een mooi schnitzelparadijs. De dresscode heeft alles te maken met de Olympische Spelen. Voorheen, de afgelopen edities, kwamen de meeste mensen, inclusief wij zelf, in dirndl en lederhozen. Dat zou ook dit jaar wel mogen, maar we vinden het allerleukst als iedereen echt zijn best gaat doen om er als een echte Olympische sporter uit te zien, zoals wij nu ook bijvoorbeeld. Je kunt ook gewoon een heel team gaan uitbeelden. Wij zijn bijvoorbeeld erg benieuwd naar het eerste curlingteam dat Koen Oensandevest gaat aandoen.